Welkom bij het elfde zintuig met Gunter Schepers en Herman Brusselmans, twee van de meest charismatische figuren op het internet. En we hebben nieuws. Vanaf deze week kan je het opnemen tegen ons en bewijzen dat je er meer van kent dan wij. Maar dat is voor straks. Gunter, proficiat, 4-3, alhoewel, het is weer maar 4-3. Hè. Ik ben content dat ik het punt inloop. Dus het enige is de goede nieuws van deze week. Waar hij de laatste weken continu valt, is bij zijn eigen ploeg. Gent heeft continu gelijk spel gezet op nu toe. En nu heeft hij ze gewonnen gezet. Nu verliezen ze toch wel eens. Dus ja, als je daar ook al geen pijl meer kunt optrekken, ja. dan weet ik het ook niet meer. En ik was zeker van dat Loker niet ging winnen van Moes Kroen, die dus goed bezig waren. En wat doen ze? Ze winnen met 4-1. Dus, extra punt voor mij. Maar vanaf volgende week komen we weer op nul. Want jij, kijker, kan meespelen en met ons in de nieuwe competitie stappen. Succes! We hebben een gloednieuwe website, www.hetelfdezintuig.be. En je kan daarop meespelen en bewijzen dat je het beter weet dan wij. En voor de winnaars zijn er heel leuke prijzen te winnen. T-shirts van het elfde zintuig, citytrips naar Valencia en Parijs en in de winter zelfs skivakanties. Kortom, het is de moeite om mee te spelen. De sloef van de week. Het leek voor de hand te liggen dat we Axel Witsel zouden kiezen, maar dat is natuurlijk al lang afgezegd. Dus kiezen we voor iemand anders. Aimé Antonis, Gunter. Ja. Ontslagen. Als eerste trainer in eerste klasse bij GBA. Dus Aimé Antonis is het slachtoffer van de weinige puntenoogst die GBA gehaald heeft. Hè. Dus 3 op 15. Geen enkele keer gewonnen in 5 wedstrijden. En eigenlijk konden we ook Pakowski als sloef kiezen, de doelman van GBA. Door zijn blunder. Maar aangezien dat hij door deze blunder of met deze blunder het ontslag van zijn coach Aimé Antonis ingeluid heeft, moeten we de sloef verschuiven naar Antonis. Ik vind het persoonlijk jammer. Mocht ik van Germinal Beerschot geweest zijn, ik had het nog niet gedaan. Dus het is met spijt in het hart dat we Aimé Antonis benoemen tot sloef van de week. Dit zijn de pronostieken voor de zesde speeldag. Sint-Truiden, Anderlecht. Anderlecht wint. Anderlecht wint. Charleroi, Cercle Brugge, gelijkspel. Charleroi wint. Gent, Roeselare. Gent wint. Gent wint. Zulte-Waregem, Kortrijk. Zulte-Waregem wint. Gelijkspel. Standaard, KV Mechelen. Standaard wint. Standaard wint. Moes Kroen, Westerlo. Gelijkspel. Moes Kroen wint. Beerschot, Lokeren. Beerschot wint. Beerschot wint. Club Brugge, Genk. Club Brugge wint. Club Brugge wint. Dus opnieuw drie verschillende. Want ik vind het eigenlijk wel een vrij moeilijke speeldag, moet ik zeggen. Maar dat hebben we al veel gezegd, hè, Gunter. Ja. Het is niet een moeilijke speeldag na de andere. En waar zit de verschil? Bijvoorbeeld Charleroi, Cercle Brugge. Moeilijke match. Ik vind dat Cercle Brugge niet zoveel punten heeft. Maar dat is eigenlijk niet zo slecht spelen dan hun puntaantal doet vermoeden. Dus ik heb geopteerd voor een gelijk spel. Dan Zulte-Waregem Kortrijk. Dus hetzelfde liedje, wat moeten we daarmee doen? Het kan alle kanten uit. De bal duurt 90 minuten, de match is rond. Maar ik geef toch Zulte-Waregem het voordeel van het feit dat ze thuis spelen en ook dat ik vind dat ze een betere kern hebben. Dus hebben we daar een verschil in die zin dat ik met al mijn voetbalverstand een gelijkspel heb gezet. Moes Kroen, Westerlo, geef je gelijkspel, hoewel Westerlo dus heel slecht bezig is. Maar ik vind het weer slechte ploeg. Na regen komt zonneschijn, na een nederlaag komt een overwinning. Dus is het maar logisch dat Moes Kroen gewonnen zit. Punt uit. Ik denk dat ik deze week met 3 punten voorsprong ga beginnen op Perman. En dan is het toon gezet. En dan moet de kijker maar bewijzen dat hij beter doet dan mij. En ik denk dat aan het einde van het seizoen de rangschikking zal zijn op 1 ik, op 2 de kijker en op 3 Gunter.
Na de veelbesproken wedstrijd Anderlecht-Standaar zei Milan Jovanovic tegen Olivier de Schacht: maar Olivier kon hem niet verstaan omdat Milan Engels sprak. En we hebben nieuws. Yep, je kan namelijk meespelen tegen ons. Ja, putain de merde, meespelen tegen ons. Het was te pijzen, hè. En bewijzen dat je er beter van weet. Beter van weet, jongens. En het aantonen. En het aantonen, mijn kuste klote sleepers, jongen. Ik stuur het te zweet nou gewoon, ik stuur het te zweet. Ik wacht.